Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. We zijn bezig met een 100% run in Super Mario 3D World. We zijn aangekomen in wereld 3. En je ziet het al, deze wereld heeft meer levels dan de vorige levels. Dus dat betekent waarschijnlijk een langere video. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en belletje aan te zetten. Want we willen heel snel naar die 50.000 abonnees, hè. Ik heb gemerkt dat Luigi jullie favoriete karakter was. Klopt dat? Laat het weten in de comments. Dan gaan we in ieder geval voor deze aflevering zoveel mogelijk met Luigi spelen. Hallo Luigi, met je mooie sneeuwballen. Ah, Luigi dondert er bijna vanaf. Oh, Luigi is zijn vuurbal al kwijt. Oh, kijk, daarachter is een sterretje. Ja, dan moeten we even deze papies allemaal kapot maken. Oh my goodies, ik ben nu al door al mijn power-upjes heen zowat. Ja, dit gaat top. Dit gaat goed met Luigi. Ik weet niet of ik Luigi had moeten kiezen, jongens. Anyways, we gaan natuurlijk weer proberen om alle power-upjes te pakken. En deze droeftoeter even kapot te schieten. Hatsaflatsie. Oh, kijk. Ja, dit is leuk. Dit is leuk. Tanuki Luigi. Oké, nu even serieus. Rek. Holy moly. Er kwam even een Goomba van me afgevlogen daar, zeg. Holy crap. Ik weet niet waar die in één keer zo snel vandaan kwam, maar die had er zin in. Oké, we zijn halverwege. Zit er hier in die bomen niet ergens iets verstopt? Nee, oké. Zit er hier in deze blokken iets verstopt? Nee, ook niet. Zit er überhaupt wat verstopt in dit level? Oké, dan pakken we even deze. Dat had ik nu eigenlijk natuurlijk even zo'n schaats moeten pakken. Maar ik heb zo'n vermoeden dat Luigi het ook wel zo kan. Ja hoor. Maar waar zijn die sterren, man? Sowieso moet ik hem gaan pakken. Ik moet dat konijntje pakken. Sowieso. Konijntje, kom hier. Waar is het konijntje, jongen? Waar is hij helemaal naartoe? Oh, hij loopt weer achter me. Oké, je hebt even een rondje gelopen of zo. Konijntje, hier. Hop, hé, hey, ik had je toch. Ik zweer het je, als ik dood was, dan had ik je al lang gepakt, vriend. Al lang. Ja, kijk, daar is die. Hoppakee, tweede ster. Hier, vangen. Die was zo mooi. Oh, kijk, daar is de stempel. Oké, wacht, wacht. We moeten even voorzichtig doen voor die stempel. Oh, oh. Ja, we hebben hem, we hebben hem. Ah, lekker. Oh, daar is de derde. Daar is de derde ster. Hoe ga ik die pakken? Moet ik daarvoor Tanuki Luigi zijn? Moet ik dan zo en dan zo en dan... Ik denk het wel. Wacht even, zo en dan zo... Nee, je moet wel bouncen. Je moet wel bouncen. Kom op, Luigi. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Zo, zo, zo. Luigi, kom op. Kom op nou. Ja, met een kat zou dit zo makkelijk zijn. Oké, wacht. We gaan zo voor de poging 2. Laten we eerst maar gewoon even de vlag gaan pakken. Anders moeten we straks weer helemaal opnieuw beginnen. Hoe moet dit, joh? Ja, zo. Ja, 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 ja. Zo moet dit. Oké dan. Ik dacht al dat ik het net wel snapte hoe het moest. Je moet dus op het hoogste punt moet je gaan zweven. Dus hier op het hoogste punt moet je weg. En dan moet je echt weer op het hoogste punt terug gaan zweven. Zo, en dan zo, en dan... Nou ja, je snapt het. Af en toe dan hou je het wel. Het is moeilijk. Maar ja, alles voor de 3 sterren. Oké, we gaan het Bowser-blok weer kapot maken. Let's go. 30 sterren heb je hiervoor nodig. Wereld 3.2. Het hek van de dam. Ja, dat klinkt lastig. Oh, dit is zo'n level wat automatisch scrolt. Oké, hier is geen ruimte voor fouten, jongens. Geen ruimte voor fouten. We hebben Kat Mario hier nodig. Als we met Mario zouden spelen. We spelen natuurlijk met Luigi. Waar zouden de sterren zitten? Hebben we er al eentje gemist? Nu, ik had jeuk. Laat me met rust. Ik moest even wrijven. Oké, hier opspringen. Vasthouden. En daar zit de ster. Oké, ja, daar zit de eerste ster. Dan moeten we gewoon zo. Ja, cool. En dan hier overheen. Ja, en dan hier overheen. En dan hoppakee, plompie. Ah, pas op. Oké, hier doorheen. Oh, we konden ook hier in één keer doorheen gewoon met de kat. Oké, wacht even, wacht even, wacht even. Is hier nog een geheimpje ergens? Ja, hier is zeker een geheimpje ergens. Ja. Zouden we een aanloop moeten nemen? Wacht even. Ik denk dat het makkelijker is met deze. Moeten we nu gaan rennen? Springen? Ja, 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 ja. Oké, nu nog terug. Gaat nu omhoog en dan... Nee! Oh, dat was zo lucky! Ik drukte echt heel per ongeluk een knop in, waardoor ik ging ground pounden. Oké, de tweede hebben we ook te pakken. We hebben een checkpoint. Nice. We hebben nu een reserve kattenbel. Ik hoop dat ik daar goed aan doe. Go. En jump. Lekker. Hier naar boven. We moeten nog een stempel ook. Die zit sowieso hier, denk ik. Hier rechts zit iets. Oh, wacht even. Nee, hier zit die. Ja, de stempel die hebben we ook te pakken. Nice, dan moeten we hier iets omhoog doen. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Oké, jongens. Ik had paniek. Maar niet getreurd, niet getreurd. Dit moet ons lukken. Kijk, de stempel die blijft in ieder geval gewoon in ons bezit. Dus dat is lekker. Moet ik wel even goed kunnen kijken hier zo. En even dit goed kunnen timen. Volgens mij time ik dit nu wel goed. Nou, zie je, zo moeilijk was dit ook niet. Hoppakee.
Oh, wacht even. Wat gaan we hier doen? We gaan hier overheen. We hebben hier wel twee irritante enemies. Ja, dat dacht ik al. Kom op, Luigi. Nog meer irritante enemies. Springen. Oké, spring erop. Nice. Ah, dit is best wel lastig. De paniek is real. Ik heb hier gewoon zweethandjes van. Zou hier bovenop nog wat zitten? Ik denk muntjes. Ja, want we hebben alles al gepakt natuurlijk. Deze moet even omhoog. Dan kunnen we hierop. Dan kunnen we hier de superjump gaan maken met Luigi. En hoppakee. In de kattenpaal klimmen. Oh, man. Echt zweethandjes. Alright, let's go. We gaan naar het bonuswereldje. Wat moeten we hier doen? Helemaal niks, want we kunnen gewoon zo, hoppakee, stempeltje pakken. We hebben nu de eerste twee werelden gedaan en een bonusje gepakt. Boos roltraphuis. Ja, dat is wel chill. We hoeven niet te lopen als er allemaal roltrappies zijn. Dat is wel lekker. Juist, ja. Wat is hier? Een vuurbloem. Kan ik hier nog omhoog? Ik denk het wel, trouwens. Nee, misschien niet. Oké, we pakken de vuurbloem. Dan hebben we nog een kattenbel in de reserve voor als we ergens zouden moeten gaan klimmen. Wat is hier? Wat is hier? Muntjes? Voor de rest niks? Nee, voor de rest niks. Oké, rennen. Gaan we even hier naar boven. Kijk, daarboven. Oh, daar is tijd. Oké, ik dacht dat er misschien wel iets meer zou zitten dan tijd. Maar als je op die banken gaat staan, dan gaan ze zweven. Kijk. En dan hebben we hier in ieder geval alvast de stempel te pakken. Ja, niks is wat het lijkt volgens mij in dit huisje hoor. Oh, nice. Leuke boekenkastjes. Hé, deze boekenkastjes hebben ze ook in Animal Crossing. We gaan even met de boeken naar boven. Even hier kijken. Kunnen we hier op? Is hierboven nog wat? Ook tijd. Hebben we zoveel tijd nodig dan eigenlijk? We hebben toch genoeg tijd in dit level, zou je zeggen. Oké, sowieso heb ik denk ik een ster gemist. Ik ben op de helft van het level en ik heb nog steeds geen ster. Ah, nee, ik wou de kattenbel houden. Potverdorie. Hierboven misschien dan. Ook weer niet. Oké. Boe, waar heb je sterren verstopt, vriend? Ik zie wel een uppie daar in de spiegel. Nou ja, die heb ik niet nodig. Ja, misschien was een van die tijddingetjes, was het toch wel gewoon een ster. Eens even kijken, want verandert dit dan ergens in? Nee. Kunnen we vanaf hier ergens omhoog springen? Nee, ook niet. Kan ik een aanloopje nemen? Dat kan. En dan hier naartoe springen? Nee, dat gebeurt ook niks. Ik kan helemaal niks vinden, joh. Oh, hier is een tijd. Weer geen ster, natuurlijk. Gaan we toch niet overkomen dat ik in dit level gewoon 0 sterren ga vinden, jongens. Let's go. Hier gaan we er sowieso één vinden, bij die bank. Dit moet wel. Hier in deze buis. Ja, zie je, het is wel een ster. Het is wel de laatste. Dus we moeten nog op zoek naar de eerste twee. Oh, wacht even. Ik moet alleen zorgen dat ik niet geraakt word. Want ik ben ook bijna kapot. Rennen, Luigi! Sprinten! Lekker! Ah, dit was ook weer niet het einde. Is dit dan wel het einde? Zelfs dat gaat nog fout, jongens. Ik kan zelfs niet normaal in deze vlaggenpost springen. Potverdorie. Ja, we moeten terug. Op zoek naar die eerste twee sterren. Oké, misschien is er iets met die schilderijen. Laten we even alle schilderijen sowieso gaan checken. Als Luigi tenminste even mee wil werken. Hey, ja, zie je wel. Oké. Moeten we wel even oppassen. Hoe gaan we dit doen? Oké. Go. Ja. Oké, ik heb hem. Mag ik weg? Dankjewel. Ik ben bijna dood. Ja, en hier zal die andere wel ergens zijn. Dit moet haast wel. Hier moet sowieso wel iets te vinden zijn. Ik zou ook wel even een paddenstoel willen of zo, als het even kan. Mag ik hier een paddenstoel? Nee? Geef me gewoon een paddenstoel, jongen. Geef me een paddenstoel. Oh, of een ster inderdaad. Dat mag ook. Ja, zie je wel. In dit level moet je echt gewoon letten op de details van het level, merk ik. Oh, wacht. Daar is ook nog iets volgens mij. Wat is dit? Oh, hier zijn muntjes. Oké, cool. Oké, nou goed in het midden blijven lopen. En die jump maken. Nee, dit moet nog een keer. Oké, nu dan wel. Ik wou net zeggen, dit moet niet zo heel moeilijk zijn met Luigi, hoor. Je kan gewoon een beetje zweven. Toadbaas krijgt natte voeten. Dat is voor niemand leuk natuurlijk, maar speciaal niet voor Toad. Eens even kijken. Hoe gaan we dit aanpakken? Kunnen we gewoon gaan zwemmen? Ja, oké, we kunnen gewoon onder water. Dus dan kunnen we zo, hoppakee, naar de eerste Staryu. En hoe gaan we nu naar de tweede Staryu? Volgens mij moeten we hier onderdoor. Hier zat namelijk een gaatje. Pak de mushroom. En dan kunnen we misschien gelijk in één keer rechtdoor. Ja, zo. Dan komen we hier op dit platformpje om deze te pakken. Moeten we even terug. Kijken of we dan hier naar boven kunnen. Yes, dan zijn we nu hier. Moet ik me wel hier laten vallen? Even uitkijken voor deze gigantische hamerhaai. Dan ben ik nu hier. Dan kunnen we nu hier doorheen? Of moet ik me dan van boven laten vallen? Moet ik eerst dat P-blokje eens even indrukken? Oké, ja. Maar hoe komen we daar dan? Of kan ik dit omver duwen? Nee, Toad kan niks. Kijk, ja, dan kan ik hem hier af laten vallen. En dan komen we hier terecht.
Juist. Dan kunnen we hier doorheen. Ja, sterretje erbij. En dan zo in deze buis. Dan komen we helemaal bovenuit. Hier op de P-switch vallen. Boom! Oh, oké. Het level gaat even omhoog. Dan deze pakken. Dan kunnen we nu hier langs. Rennen. Lekker. Ah! Dat scheelde niet veel. Ja, kijk. En dan zijn we er. Net binnen de tijd. Nou ja, we hadden nog 98 seconden over. 5 sterretjes te pakken. Dankjewel, Toadbasie. Paniek op Suikerplaza. Ik denk dat ouders dat ook wel eens hebben. Paniek op Suikerplaza. Als je kind te veel suiker heeft gegeten. Dat is niet goed voor een kind natuurlijk. En dan wordt hij heel druk. En dan heb je ook paniek op Suikerplaza. Oké, focus. Want het is paniek op Suikerplaza. Ja, lekker. We moeten dit een beetje snel doen, zo te zien. Want we hebben niet zo heel veel seconden. Pak hem. Lekker. Eerste ster in de pocket. En wat is hier dan? Muntjes. Ja, dat maakt niet uit. Dat gaan we even... We gaan even door. Er is paniek op Suikerplaza, dus let's go. Ik vind het altijd wel een beetje moeilijk springen met Luigi, moet ik eerlijk zeggen. Oh, hier hebben we Peach voor nodig. Nee. Moeten we dan zo weer terug met Peach in dit level? Waarschijnlijk wel. Oké, ondertussen gaan we lekker door. Dan duiken we hier even de wolk in. Ik heb ook al de eerste ster gemist. Wat? Serieus? Oké, maakt niet uit. Dit is toch een snel leveltje, denk ik. Map. Extra tijd erbij. En dan denk ik de derde ster. Ja. Ik denk dat we er voor die stempel dus inderdaad Peach nodig gaan hebben. En we moeten ook nog even op zoek naar de eerste ster. Maar ik spring nu gewoon alvast hierin. Hatsenflatsie. Dan hebben we dit alvast gedaan. En zou die eerste ster dan hier ergens zijn? Volgens mij hoor ik hem wel. Ja, zie je. Hij is hier achter me. Hij is gewoon hier, joh. Hij is gelijk aan het begin van het level. Heel nice. Lekker verstopt. Hoppakee. Ja, zie je wel. Oké, dus die stempels die zitten wel... Je moet ook niet praten en gamen tegelijk, Rick. Dat gaat niet goed. Is dit ongelimiteerde muntjes? Oftewel, kan je hier ook gewoon lekker uppies gaan sparen? Volgens mij wel. Dit is gewoon... Ik kan niet 1000 keer springen, joh. Nou, super chill. Maar ik ga wel even door. Daag. Pakken we Kamek ook nog even mee? We pakken Kamek ook nog even mee met zijn bakkes. Dit wordt wel een ding, jongens. Dit wordt wel een ding. Want ik heb natuurlijk geen power-uppies. Oké, we hebben er 1. We hebben er 2. Hebben we er gelijk 3? Hebben we er... Oh, ik spring mis. Oké, maakt niet uit. Let's go, Peach. Spring op zijn hoofd. Nice. Easy peasy. Sterretje in de pocket. Vind je nou ook dat we lekker gaan? Doe even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, jongens. Let's go. Laten we naar die 50.000 abonnees gaan. En dan gaan we in de volgende video het tweede deel van Wereld 3 fixen. Jongens, ik zie jullie bij de volgende. Mazzel.